eigenlijk wens die wij zo lang hebben gekoesterd te realiseren. Wij hebben namelijk als Meester Ruber Stichting, dat is een, die is een stichting die belast is met de opvang en begeleiding van kinderen met een meervoudige beperking en ook jongvolwassenen. Er zijn nu op dit moment een aantal activiteiten die zich voltrekken binnen de stichting, waarbij eigenlijk onze manpower onvoldoende is. Wij hebben reeds geruime tijd, een tijdje geleden, een beroep gedaan op de minister om ons hierin te willen ondersteunen met betrekking tot het ter beschikking stellen van personeel. De minister heeft ons continu warm gehouden. Het is in de pipeline, het is in voorbereiding, maar geef jullie maar even de tijd om mij goed daarop voor te bereiden. Vandaag is het de dag dat wij inderdaad op zeer structurele, formele wijze het gevraagde personeel zullen ter beschikking gesteld zullen worden, zal worden ten behoeve van de minister Ruber Stichting. Nu weet het ministerie van Openbaar Werk heeft altijd tekort aan middelen. Dus misschien was vroeger het ministerie misschien overbelast. Maar nu is het wel ernstig. Het heeft grote vormen aangenomen. Omdat je de werkingsmiddelen niet hebt. Dus wanneer er geen balans is tussen mensen en werkmiddelen, dan heb je gewoon, daar is je balans uit evenwicht. En dan moet je wat gaan doen. Nu is die ernstig uit evenwicht, omdat we uit de begroting 60% tot 70% aan salarissen moeten betalen. En de mensen hebben dan, niet iedereen heeft een werkplek, niet iedereen heeft een stoel, niet iedereen heeft een boets, of een hark en dergelijke zaken, of een kantoorruimte. Dus we zijn niet in evenwicht op dit ministerie, landelijk ook niet. Er is wel veel werk dat gedaan moet worden op infragebied. Dus dat is waar. Dus daar waren twee opties. Of ik laat het liggen. Misschien had ik dat kunnen doen. Dan had ik geen slapeloze nacht. Maar ik heb toch gezegd bij de directie, laten we er wat aan doen. En het model is, omdat simultaan kreeg ik ook wat vragen van mensen. Van hey, we hebben juist een tekort. Dus het bracht me op ideeën. Eén van hey, kunnen we niet mensen een nieuwe kans. Dus ambtenaren bij OB, een nieuwe kans. Een nieuwe toekomst bieden, elders. En een tweede ding is dat de aanleiding waarom ik jullie geduld had gevraagd, en er zijn nog meer mensen of bedrijven die al in de rij staan, is dat ik op het veld moest ontdekken dat er mensen daar zijn van OW en niemand weet dat van OW. Dat was heel ernstig. En daarom begreep je waarom ik geduld had gevraagd. Omdat ik een inhaalslag moet maken om dingen te legaliseren, gesprekken te voeren, te kijken wat gebeurt er. Toch gisteren heb ik weer iets ontdekt, ergens toch, dat ergens wel zit, maar niet rechtvaardig is. Dus dat kan niet. En daarom moesten we ook gaan kijken van, kunnen we een document opstellen, hoe gaan we dat organiseren. En wat de nieuwigheid is, dat vanaf nu we bereid zijn te kijken als er overtollig personeel is, van laag tot hoog kader, of zij ergens ingezet kunnen worden. Geef nieuwe kansen, ik zeg het eerlijk. Ik heb mensen die hier zijn, kansen aangeboden, die misschien nooit iemand zou hebben gedaan. Maar ik heb het gedaan. Het geeft je een nieuwe toekomst, in plaats dat je hier komt en geen ruimte hebt, of geen airco hebt, of geen papier hebt. Zover ga ik. En dat is echt van laag kader tot hoog kader. We hebben een overeenkomst opgenomen waar we beide partijen eens moeten zijn. Dus ik ga niet zeggen dat we alles 100% nu hebben gedaan. Als er toch problemen zijn, laat ons weten. Of als je zegt, nee, het werkt niet, ik heb een uurtje extra nodig. Laat ons gewoon weten. Het is voor ons ook de eerste trial. Eerste keer dat we dat zo proberen te doen. Nu moet er ook gerapporteerd worden door de persoon. Jullie één keer per jaar gaan we ook evalueren. Heeft dat gewerkt? Is het goed? Etcetera. Ik denk het enige wat ik van jullie zeker ga vragen als bedrijf of instantie, dat jullie een stuk training geven, want dat kunnen wij niet doen. De instellingen, die hebben, daar moet je goed op voorbereid zijn. Je kan niet, dat kunnen wij niet doen.
toch hier werk met bij openbare werken, met wegenbruggen, maar bij jullie is het wat anders. Ik denk dat ze rustig moeten zijn daar, toch, et cetera. Dus die training vraag ik jullie, dat jullie geven aan het personeel. En dan gaan we zien hoe het werkt, et cetera. En daarvoor is een speciale bijlage ontwikkeld, waarbij we inderdaad fysiek komen om te kijken, is alles in place. Niet als we zeggen, dat gebeurt ook hoor, als we zeggen we sturen iemand naar de dierentuin, blijkt dat hij in een motel zit te werken. Dus daarom komen we fysiek kijken, wat is de waarheid. Want dat gebeurt, bij bouwvergunning gebeurt het wel. We krijgen een bouwvergunning voor woning, maar als je gaat, blijkt het een rood lichtgebouw te zijn. Dat is de realiteit. Dus daarom heb ik het opgenomen dat we er zeker van zijn dat er niet gehandeld wordt met mensen. Want die klachten hebben mij bereikt. Dat mensen misbruikt zijn geworden. En dat is de aanleiding geweest om dit te introduceren. Toen ik dat hoorde, en ik heb geen onderzoek ingesteld. Maar het feit dat iemand je wat zegt, is er iets aan de hand. Niemand liegt zomaar. 50% zal een leugen zijn, maar 50% gaat de waarheid zijn. Dan wanneer mensen misbruikt worden door mensen die misschien macht hebben, dat kan gebeuren. Dus daarom hebben we dit in place. En dit hoort in het pakket van wat ik altijd heb gezegd, goed bestuur en transparantie. Zo moet je dit zien. Dus ik wens jullie allemaal veel succes. Laten we alvast met deze voorziening starten. Ik ga je zeggen, er zijn meer bedrijven gekomen, echt van de sector, de bouwsector. Dus ook bij hun heb ik gevraagd, zorg voor de training, wij gaan de mensen geven. Dat biedt internationale kansen zelf. Toch? We hebben landelijk veel ambtenaren. Dus ik neem het op me met de staf om landelijk de mensen die geen stoel hebben. Ik kom gisteren uit Salamanca. Driekwart heeft geen stoel. Driekwart weet niet wat ze moet doen. Toch? Maar we gaan het op ons nemen om te kijken hoe kunnen we hun helpen ergens productief te zijn. Dat hoeven we niet te doen, maar we gaan het wel. Toch? Omdat het mensen zijn die Suriname willen ontwikkelen, zijn mensen die in Suriname willen wonen, etc.